Nuggerandje! Niet getraind, wel gelachen. Tada! Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb nog steeds een oogontsteking, dus ik hou deze even lekker op. Maar we hadden jullie al aan Louise voorgesteld, waar het zo ruk van Lucky. Maar dit is Sterre en Sterre die gaat Valentijn verzorgen. Sterre die klinkt een beetje anders. Wij komen natuurlijk uit Limburg, maar Sterre komt oorspronkelijk uit Twente. Yes. Die heeft net een ander accentje. Ik heb een beetje de O en de E. En de E. Ja, leuk. Maar Sterre die heeft vroeger ook tinkers verzorgd, dus die is bekend met stinker activiteiten. Ja. Dus ja. Hier gaat hetzelfde met Valentijn. Yes. Maar we hebben hier nou Lucky klaarstaan en daarachter de trailer. Want we gaan Lucky in de trailer laten en gaan we lekker naar de rijvereniging. Ik heb toen Louise met hem op de rijvereniging rijden. Dus we hebben een beetje jij hebt een plan gemaakt voor een Lucky plan, inderdaad. Ja, klopt. Ja. Dus we gaan nou kijken hoe hij het doet bij de rijvereniging. Misschien is hij sowieso vanuit zichzelf iets meer voorwaarts. Ja, het is natuurlijk fijn als hij voorwaarts is. Dan hoef ik er niet elke keer met de zweep, want dat is natuurlijk niet wat we willen. Nee. Dus misschien dat het bij de vereniging wel positief uitpakt. Ja, maar je hebt in ieder geval al best wel door zo'n stakingsprobleem de afgelopen week heen gereden. Best wel veel gereden. Ja. En hij reageert nou echt wel heel mooi op die Ja, zeker. Dus ik hoop dat de rijvereniging hem goed doet. Ja. En zo niet, dan is dat ook niet erg. Nee, we doen gewoon lekker rustig aan en geven hem de tijd, dus dat is fijn. Zeker. Nou, Luc, ben je ready? Even de gratjes opeten. Ja, even snel maaien. Maar dan gaan we hem lekker in de trailer zetten. Dus, let's go. Hi, Luc het Puk. Goeiedag. Wat met die knie. Ja, het was of nu of tijd met jou erop. Oh, dankjewel. Zo, Lucky is een beetje baldadig. Hij had zich al losgetrokken en hier gerold. En we zijn nog niet dat op zadelen toegekomen. Maar Sterre gaat hem even zo goed als kan laten rennen met de longe. Maar hij reageert niet op de longe. Dus hij staat aan de kantjes te maaien. Lucky maakt echt een potje van dat paard. Een mooie poging. Zo, hij doet het niet. Hij reageert gewoon echt niet op die zweep. Het maakt echt niet uit, hè? Nee, het interesseert hem helemaal niks. De inzet. Oké, Luc, we gaan even gewoon ons best doen. A few moments later. Momenteel is dit de status. Ja. Lucky! Verder gaat hij alles goed. Ja. Dit is nieuw. Ja, alles helemaal thuis gelaten. Lucky heeft gewoon, die heeft iets nieuws bedacht. Maar ik train hem wel. Die denkt, hoeft niet te rijden. Kijk maar, ik kan zelf ook rennen. Woehoe. Wow, hij sprong. Ik ga denk ik terugpakken dat Nirvana het ergste was. Het was een manegepaard. Ja. Nou, Opnieuw even. Oh, leuk. Ja, daar gaat. Ja. Wat een touw. Gelukkig vliegt het, zeg maar, als die rent. Nou, met al dat gras ben ik bang van niet. Lucky. Laat maar gaan. Ja. Ja, daar is niks holen aan dat paard momenteel. Oh ja, divers paard. Ja, hij is allround, hè? Ja, is prima. En nog een rondje! Ja, Dwayne, dat heeft geen zin. Lucky! Ja, hij heeft helemaal lol. Nou, wij gaan even spullen opruimen. Ik kom vanzelf wel. We hebben Lucky gevangen en terug op de trailer gezet. Ja. Zeggen we dan, niet getraind, wel gelachen. Nou, dat is één ding wat zeker is. Nee, dat is prima. Ja. Tja, Luc, wij wisten ook niet dat jij dit ging doen. We gaan hem gewoon even thuis pakken. Ja.
gaan kijken of we de wulp vandaag even thuis kunnen pakken. En de volgende keer als we naar de rijvereniging gaan, dan nemen we sowieso Nirvana mee. Dan is hij een stuk rustiger. En ja, misschien dat we hem van tevoren, als we hem eruit pakken, gelijk het hoofdstel omdoen. Dus met hoofdstel uit, ja, niet met hoofdstel op de trailer, maar dan het hoofdstel omdoen. Dan hebben we net een beetje meer te zeggen, want Lucky trekt zich gewoon los van het halster. Hey Luc, heb je plezier gehad? Helemaal nat van het. Hij is helemaal nat, Germ. Maar hij is zo nat. Ja, kom maar, ga weer terug naar huis. Dit heeft geen zin. Nee, ja. Nou, tot zo. We hebben Lucky gewoon lekker teruggezet. We gaan niet meer rijden hier. Want hij heeft gewoon echt zijn dag niet. En dat mag, dat kan wel eens. Hij is ook even een beetje vervelend aan het doen tegen de andere paarden. Oh. Nee, vandaag is niet jouw dag, Luc. Dus dan laten we hem even lekker met rust. Oké, wij zitten hier te lunchen en Sterre die gaat even haar leven wagen. Want ze heeft een stukje appel en ze wilde die naar Valentijn geven. Maar Valentijn komt niet deze kant uit. We gaan eens even kijken hoe hard we kunnen redden zonder op de bek te gaan. Nou, kijk. Gaat het finaal mis, let maar op. Nou, ik ben benieuwd. Kijk je! Ik weet niet of het gewoon dom is of... Ik heb appel! Kijk hem kijken ook. Oh, appel. Oh, hij blijft best netjes wachten. Maar het gaat om het moment nu, ja? Ja, nou is het rennen. Oh, wow. Nou, ik heb twee paarden omgewisseld of zo. Ja, echt helemaal... Normaal is Tijn altijd helemaal gek. Nou, is Lucky helemaal weer. Ja, ze hebben even geruild van walnoot. Nou, Tijn. Wat een anticlimax. Ja, echt. Oh, een pruim. Ja, die pruimen vallen van de bomen af. Die zien er ook helemaal. Nee. Nee, dat is een goed idee. Pruimen van paard. Maar dat doen we vaak hoor. Zeker naar Valentijn. Die is echt... Maar ja, hij heeft inderdaad vanochtend een grondwerkles gehad. Dus ik denk dat hij gewoon moe is. Kijk, nou is ze met stukjes ananas bezig. En dan komt de rest ook. Oh, lekker Tijn. Sleemt een beetje. Is dat ananas? Hij heeft nog nooit ananas gehad, maar zijn paarden ook het wel hebben, is grappig. Vond hij lekker? Hij was aan het slemen. Ja? Ja? Ja, hij heeft nog nooit ananas gehad, dus dat is nieuw. Maar hij vindt normaal appel en peer, vindt hij super lekker. Sinaasappel gaat wel, mandarijntje ook. Maar waarom krijgt hij nou een keer wat lekkers? Nee, ja, normaal komen ze altijd buurten, maar nou denken ze, laat maar. Gras. Ik heb het gefilmd. Ah, oh, leuk. Plak het ook in de vlog. Ik heb een stukje ananas. We gaan eens even kijken of hij het lekker vindt. En? Wat vindt ze ervan? Wij zijn eventjes bij de buurman. De buurman heeft een veulentje, maar het is een mini veulen, het is echt heel cute. Oh, zo schattig! Doorgereden, want ik had per ongeluk de telefoon van het werk meegenomen, dus die moet ik. Maar ja, gelijk even leuk om dames natuurlijk shoppen. Te gaan shoppen in mijn werkplaats. Dus ik kom niet graag als ik vrij heb. Ja, ik kom niet graag als ik vrij heb op mijn werk, maar wel voor te shoppen. Ja, zeker.
Zo, so, je wordt geshopt in het outlet. We hebben heel veel dingen met 50% korting. Love dat. En sterren al een broek kunnen vinden. Nee, ik ben echt moeilijk in shoppen. Nee, dat maakt dat niet. Voor mij echt. Je moet naar die ringen kijken, zeg maar, dat je zo. Jij moet nu. Ja. Zijn wel echt mooie broeken. Nou, kijk. Al die glittertjes. Ja, leuk, hè? Ja. Ik heb mijn petje. Goed, ik ben kaal. Hallo, we doen even een unboxing van alles wat we bij IKEA hebben gehaald. En ik denk dat Louise mag eerst met de aankoop. Tada! Een very mooie Sam Shield 2.0. Ja. Miss Shield. Blauw. Ja. Nee, ja, nee, die is ook blauw. Ja, maar een beetje glittertjes erin. Ja, die mat heeft een beetje zo shine. Ja, ja, mijn andere cap was echt veel te groot geworden. Voor de voering, denk ik. Ja, die voering die wordt op een gegeven moment dun, zeg maar. Als je die niet kan wisselen, dan heb je gewoon dan moet je gewoon een nieuw cap kopen. Je moet hem ja, even dus, opzetten voor het, ja, voor de show. Dan heb je ook iets op je hoofd. Ja, ja, weet je, dan hoor ik er een beetje bij. Ja, kijk zo. Very pretty. Ja, echt mooi. Ook helemaal goed aangemeten en zo. Ja, dus daar ben ik echt blij mee. Ja. En in deze cap zitten wasbare liners, dus ik kan het ook uithalen om te wassen. En als bij deze liner, als hij te dun is, kan je gewoon een nieuwe liner kopen. Ja, dan hoef je niet weer een nieuwe cap te kopen. Nee, dat scheelt ook weer. Dat is fijn, ja. Alleen als je ermee valt, is het janken. Dan is het inderdaad behalen. Ja. Dat gaan we niet doen. Nee. Nou, Sterre, wat was jouw haal? Ik heb niet zoveel gehaald, gelukkig. Was het niet. Ik dat ga ik volgende naar de winkel en oeps. Ik kom er niet bij. Maar ik heb een... Een nieuwe rijbroek. Oh, wacht even. Prijskaartje hoeft niet... Hoeft niet op internet. Met glittertjes. Kunnen we dat zien? Ja, dat denk ik wel. Van de Pure Riding. Misschien als je de billen laat zien. Dan zie je zo. Ja. Kijk. Glitters. Hartstikke mooi. Fijn stofje voor Valentijn. Ja, die kan je zo wel afvegen. Al zo. Het glitter af, ja. Maar dat moet ik niet inzetten. Heerlijk dat zijn ze. En dan hebben we nog handschoentjes. Een paar handschoentjes. Gewoon. Zodat Valentijn ook niet het touw uit je handen heeft. Ja. Alles voor Valentijn. Ja, ja. Eigenlijk is het niet voor mezelf, maar het is gewoon voor Valentijn. Zodat Tijn niet zo stinkt. En stinken. Ja, ja, niemand heeft kaartjes. Ja, dat was het wel. En ik heb nog een... Oh, de kip al. Oh ja, klopt. Niemand ziet het kijken. Mooie Ikkie-captas van Ikkie. Ja. Kijk. Met dank aan ja, die zat de grote vrienden nog bij. Bij Ikkie doen, als je een cap over de 200 euro koopt en er geen andere actieprijs nog gaat, dan krijg je dus een tasje erbij. Mag ook wel. Dus mannen krijg je een tasje erbij. Maar Louise heeft een eigen tasje, dus hij is een fijner. Dus, dat mooi shoplog. We zijn weer allemaal wat lichter. Ja. Het gaat bij mij iedere week zo. Ik werk daar, dus iedere dag is dat. Ja, dat is wel leuk, dat is wel leuk. En dan gaat het soms mee. Ja. Nou gaan we denk ik dadelijk paardje voeren. Ja. Ik ga Hooi net ophalen. En Jacobs Kruis gaat nog een beetje. Als we dan nog laten ophalen, we hebben zo nog geld. Oh, jullie hebben nog. Oh, kijk, dan hoeven ze lekker. Hooinetten zijn nog veel te oud. Dus oh, we hoeven alleen te voeren. Kijk, kijk. Voeren en ophangen. Oh ja, dan gaan we dat maar eens doen. Ja. Goed idee. Let's go. Let's go. Oh, Louise was nog iets vergeten, maar ze heeft ook sokken gekocht. Tada. Piep, prijs. Tada. Ja. Hallo Tijn. Oh, oh. Dus straks is er dus ook weer zand gebracht. En kijk hoe leuk. We krijgen al een hele grote berg. Wow. Dit is cool, paardjes. Dit is cool en leuk. Kom eens kijken. We staan nou op de berg, maar hij wordt echt groot. Wat is dit leuk? Is dit leuk? Lucky, Lucky gaat denk ik aan mijn statief. Seppie, wat vinden we ervan? Die is normaal helemaal blij met bergen. Gaat ook altijd als eerste met de hofjes erop staan. Zo leuk. Maar kijk dus, er komt echt langzaam een beetje een berg. Ja, helemaal leuk. We gaan nog even het allerlaatste beetje Jacobs kruiskruid uit deze wei halen. En dan kan die ook open voor de paardjes. Die al heel ongeduldig staan te wachten en hopen dat de wei open ging.
Het laatste Jacobs kruiskruid is eruit. Er staat nog wel een heel klein beetje, maar dat kunnen we dadelijk beter zien als de paarden al een deel gras hebben opgegeten. Yes. Dan gaan ze nou even voeren. En dan naar huis, dat vind ik goed geweest. Dan is het leuk geweest vandaag. Dan is het mooi geweest voor vandaag. We hebben een hele drukke planning gehad. Dus de paardjes zijn nog heerlijk even alle laatste restjes aan het opeten. Louise en Sterre zijn alweer naar huis. En Dwayne die is alle hooinetten rond aan brengen. Dus we zijn bijna klaar voor vandaag. Zo, dat was het dan voor vandaag. Het is weer klaar. Ja, laatst wat we nog even mee wilden delen was de update over Dwayne's knie. Ja, top. De MRI is bekend. En het is een scheur in de meniscus. Ja. Dus er wordt een operatie. Ja. Ja. En Dwayne wordt, kunnen we die datum gewoon zeggen? Nee, doen we niet. Nee, ja, Dwayne wordt in ieder geval binnenkort geopereerd. Ja. En ja, we gaan wel zien hoe dat loopt, het herstelproces. Het hangt heel erg af van de operatie. Dus ja. We gaan het gewoon zien. En... ja. Het gaat wel even duren voordat jij weer kan paardrijden in ieder geval, helaas. Dus dat is heel erg jammer. Gelukkig hebben we nou de hulp van twee hele lieve verzorgsters. Daar zijn we erg blij mee. Ja. En ja, we gaan er het beste van maken. Ik hoop dat jullie de vlog wel een beetje leuk vonden. Dus doe even een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. Abonneer op ons kanaal. En dan tot de volgende keer. Doei doei! Doei, doei.